Goedemorgen iedereen. Het is vandaag woensdag. Ik ga de auto instappen. Ik heb nu opnames voor NPO. Daar moet ik eerst even heen. Gelukkig is het wel hier in Rotterdam. En zijn ze me enorm tegemoet gekomen. Als ik wakker word is mijn gezicht echt super opgeblazen. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat zit er gewoon in ofzo bij mij. Ik hou heel veel vocht vast. Ik moet kleding naar de wasseretten brengen. Dus dat moet ik ook vandaag doen. En buiten dat moet ik vandaag ook een PR pakketje in ontvangst nemen. Waar ik echt heel veel zin in heb. Want too much information. Maar als je ongesteld bent heb je zoveel zin in zoetigheid. Althans, ik heb dat echt heel erg. Dan wil ik alleen maar snoepen, 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 snoepen. Nou, dat detoxen dat is ook voor geen meter gelukt. En nu ga ik gewoon lekker zoetigheid eten totdat ik klaar ben met ongesteld zijn. Maar ik heb daar echt zin in. Want het schijnt een hele aparte lekkernijen te zijn. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Voor nu ga ik even naar Hotel New York rijden. En even de opnames doen met dit opgezwollen kikkerhoofd. En dan ben ik klaar voor de ochtend. Ik laat jullie veel te weinig Rotterdam zien. Rotterdam is zo lit. Maar toch ben ik Amsterdam buiten. Mensen, ik ben bij Hotel New York. Ik ben net gezenderd. En nu gaan we naar buiten om even te filmen. Guys, ik ben nu zeg maar aan het filmen. Terwijl kan dit niet. Ik ben nu aan het filmen terwijl iemand mij aan het filmen is. Dus dat voelt heel awkward. Ik ben zo klaar hier. En dan moet ik even naar huis om bepaalde spulletjes te pakken. Want dan kan ik dat vandaag ook van mijn to-do-list afschrijven. Ik zit inmiddels in de auto. Het filmen ging heel goed. Ik ben ook zo nieuwsgierig wat jullie ervan gaan vinden. Ik heb binnenkort opnames hiervoor. En dan ben ik eventjes offline. Maar dan zorg ik wel dat er gewoon video's staan. En ik ben hier zo nieuwsgierig naar. Ik denk dat het zo vet gaat worden. I can't gewoon. Ik ga nu even kijken wat mijn vriend aan het doen is. Misschien kunnen we samen ontbijten. En ik wil ook... Ik moet even naar de Bijenkorf. Want ik moet even sokken halen. Voor familie in Marokko. Dus ik ga even sokken halen. En ik moet naar de wasseretten. Dat moet ook echt vandaag gebeuren. Want dan heb ik alles op tijd. Wat sommigen van jullie misschien niet weten. Is dat ik vroeger echt een enorme Ciara fan was. En ik ken al haar liedjes uit mijn hoofd bijna. Ik weet cringe in 3, 2, 1. Maar let's go. R.A. Dit was mijn lievelingsliedje van haar. Nou, ik moest deodorant halen voor iemand. En ik heb nu een hele voorraad aan deodorant zelf ook. Want het was 2 plus 2 gratis. Ik zit inmiddels bij de Lash & Face Clinic. Want ik ga nog even een wimperlift doen voordat ik op vakantie ga. En hun gaan ook op vakantie. Dus dan heb ik nog wel eventjes een wimpertje gedaan. Ik loop heel even naar buiten, want er zijn Yeezys geleverd. Yeezys, ik zeg altijd Yeezys. Ik weet dat het Yeezy is. Die zijn geleverd en die ga ik nu ophalen. Dit is dus mijn nieuwe bestelling. Oh my god, het is zoveel. Ik zit op de behandel... Ik lig op de behandelstoel. Ik heb lipbalm opgekregen.
En mijn ogen zijn nu open. Maar eigenlijk moeten ze dicht. En ik doe nu een wimperlift. En we gaan mijn wimpers niet verven. Toch? Ja. We gaan ze niet verven. Dus we houden ze zo. En dan zijn ze precies wanneer ik ga vertrekken weer uit elkaar gegaan. Want de eerste paar dagen blijven ze aan elkaar geplakt. En dan daarna niet meer. Ik ben inmiddels thuis. Mijn wimpers die zijn gelift. Daar ben ik heel blij mee. Ze moeten nog wel uit elkaar gaan zetten. Maar dat gebeurt in de loop van de dagen. Ik moet mijn Sugar Bear. Waar is het eigenlijk? Ik moet mijn Sugar Bear innemen. Ik weet niet waar ik het heb gezet. Found it. Ik heb vandaag schoenen in ontvangst gekregen. Ik heb de GT's van 100. Die ik in... Dit is zo lekker. Die ik in het blush heb ik ook nu in het zwart. En ik had gelijk voor heel de familie. Die heb ik ze gehaald. Echt letterlijk iedereen heeft ze nu. Ik ga mijn bed in. Ik ben zo moe de laatste tijd. Ik ben super vroeg wakker en ik sta super vroeg op. Ik ben ook zo toe aan zon, zee, strand. Gewoon echt zon, zee en strand. Dus ik ga nu lekker mijn bed in. En dan plak ik de vlog van morgen. Plak ik hier aan vast. Dus ik zie jullie als ik zo opsta. Good morning, het is vandaag. Nou, eigenlijk goedemiddag. Het is vandaag donderdag. Ik heb zojuist gedoucht en me omgekleed. Zo de zon schijnt. Ik heb een jurkje, een nieuw jurkje aan van de Zara. Balenciaga en mijn Louis Vuitton tasje. Ik ga nu even heel snel laseren. Nog voordat ik op vakantie ga. Want dan is het gewoon... Weet ik zeker dat er geen haar groeit. En ik heb al heel weinig haargroei op dit moment. En daarna ga ik even schoenen van Jasmine naar de schoenmaker brengen. En vragen of ze dat voor zaterdag gedaan kunnen hebben. En dan ga ik even een hapje eten met Ridda. Ik ben zojuist klaar met het laseren. Ik heb heel mijn lichaam weer gedaan. Dan hoef ik me in Marokko helemaal geen zorgen te maken met scheren. Misschien dat ik nog een keertje hoef te scheren. Maar ik had sowieso heel weinig haar. Ik had nog een beetje op mijn bovenbeen. Ik heb nu een paar dons haartjes. Dus ik moet even kijken of ik dat na de zomervakantie met een sterkere laser wil gaan doen. Volgens mij kreeg Fatma. Dus de Lash & Face Clinic. Voor mensen die niet weten wie Fatma is. Zij was vroeger de Lashes War. Zij krijgt een nieuwe laser binnenkort. En dat is echt een fucking sterke laser. En misschien dat ik me daarmee laat behandelen om te kijken of die donshaartjes dan wel weggaan. Voor nu moet ik deze schoenen van Jasmine even laten stitchen. Ik zei tegen haar dat we hier in Rotterdam een goede schoenmaker hebben. En ik weet hoe Jas is. Zij gaat echt zo lak zijn om deze te maken. En dat is heel zonde. Dus ik ga nu sowieso even de stad in. Want ik moet ook naar de Bijenkorf. En dan ga ik deze even naar de schoenmaker brengen. En vragen of ze voor zaterdag klaar kunnen zijn. Want zondag vertrek ik. En dan kan ik ze zaterdag nog even bij haar afgeven. Of later afgeven. En ik heb ook echt zin in yo-yo tea. Dus dat ga ik ook drinken. Ik heb Marwa ook even opgepikt van de streets. Hey. Maar we hebben dus... ik moest nog een paar dingetjes halen van de Yamin. Ik heb zoveel snoep gekocht voor family. En ik heb zelf ook iets voor mezelf. En ik heb iets van Sarah gekregen. Zoals jullie kunnen zien heb ik een mini Lucky Charm. Dus die ga ik thuis meteen eten. Ik ga nu lekker Lucky Charms eten. En ik heb ook Cheerios, maar daar heb ik nu geen zin in. Mensen, ik ben thuis. Ik heb een masker opgedaan omdat ik een beetje... Ik merkte heel erg uitslag van mijn gezicht. Omdat ik in mijn maandelijkse periode zit. En ik heb een masker. En dit is een Turks masker. Maar ik... I fuck with this heavy gewoon. Ik heb contact met hun opgezocht. En ik heb een kortingscode voor jullie gefixt. Dus mochten jullie dit willen uitproberen, link is in de beschrijving. But I fuck with this heavy. Ik heb mijn masker eraf gehaald. Ik heb hier een pukkeltje. I don't like it. Maar oké, het is niet anders. Ik ga zo even naar Paula toe. Aangezien ze echt letterlijk bij mij om de hoek woont. En dan ga ik even met haar chillen. Want ik heb vanavond niks te doen. Dus dat ga ik nu doen. En dan kom ik weer naar huis. Ga ik lekker douchen. En dan... Ik denk dat ik vanavond al een beetje mijn koffer leeg ga maken. En alvast erin ga leggen wat ik allemaal mee wil nemen. Ik denk dat het heel slim is om te doen, Selma. Strafplan. Ik zit in de auto. Ik heb echt mega honger. En ik heb echt zin in een beetje Surinaams eten of zo. Ik heb echt zin in bami met kipsaté en pindasaus.
in dat soort dingen heb ik echt zin. En Tello. Tillo. Is het nou Tillo of is het Tello? Want ik zeg heel mijn leven lang zeg ik Tello. Maar ik zie vaak in de comment dat je het uitspreekt als Tillo. 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 I don't know. Ik weet het echt niet. Maar ja, ik hoop dat iemand het weet. Leer mij alsjeblieft hoe ik dat moet uitspreken. Dus er is een nieuw zaakje hier geopend. Oh, echt palm break. Waarom? Nog iets? Ik ga het even proberen. Ik heb echt zin daarin. Ja, daar ga ik eten vandaag. Dat heb ik net besloten. Ik kom hier Bearing Food. En dit ziet er zo lekker uit. Dit nieuwe plekje ziet er echt super vers uit. Dus wij gaan nu aanvallen. En Paula ook. Wat doe je dit? Nee, daar ben je. Ik ben weer thuis van Paula. Ik ben zo moe vandaag. Ik ben echt de laatste paar dagen zo moe. Ik ben echt toe aan zonzeestrand. Ik heb een pakketje gekregen. Waar ik wel dan heel blij mee ben. Er moeten nog een paar pakketjes voor mij komen. Maar ik heb een pakketje van Le Olive of L'Olive of whatever. Hoe je dit ook uitspreekt, I don't know. Maar ik weet al wat dit zijn. Dit zijn namelijk twee badjassen. Ik ga jullie even laten zien. Dit is zo schattig verpakt. Heerlijk roze. Met pink ribbons. I love it. Dit is toch super cute. Ik heb twee kimono's ontvangen. Eentje in licht roze. Met mijn naam. Mijn voor- en achternaam. En eentje met Team Omari erop. In tijgerprint. Ik ga deze ook echt meenemen naar Marokko. Dit vind ik zo cute. Dit is echt super cute. Ik lig inmiddels in bed. Ik ben echt super moe. Ik heb even met Paula gechilled en we hebben samen iets gegeten. Ik heb zelf geen tijd echt meer om de stad in te gaan. Dus Paula gaat toevallig morgen de stad in. En ze heeft mij een nieuwe concealer aangeraden. En die wil ik dan hebben. Dus die gaat zij morgen voor me halen. Omdat zij toch de stad in moet. Het is echt gek. Maar last minute denk je altijd. Oh, ik moest toch dit doen. En ik moest toch dat halen. En bla bla bla. Maar ik zit morgen met opnames. En morgen is tevens ook de laatste dag dat Anka er is. Zodat ik mijn pedicure kan doen. Dus dan kan ik al die kleine dingetjes. Die ik gedaan wil hebben alsnog doen. Ik heb hier een pukkel gekregen. Dus ik was net met mijn vriend ook even. En ik zei tegen hem, ik heb een puistje gekregen. Maar mijn gezicht is altijd heel geïrriteerd als ik ongesteld ben. Zegt hij, ja, weet je wat? Ging hij mij beauty tips soort van geven? Zegt hij, ja, weet je wat je het beste kan doen tegen een puistje? Ja, gewoon alcohol. Hij zei gewoon van die pure alcohol kopen. En dan zeg maar het op laten drogen. En toen dacht ik, oh, dat klinkt zo gek nog niet. En toen dacht ik, zal ik dat proberen? Maar hebben jullie daar ervaring mee? Want het enige wat bij mij tot nu toe werkt tegen een puistje, als ik hem echt heel snel weg wil hebben, is die Dermalogica Spot Emergency mini-tube. Die werkt zo goed voor mij. Hij droogt hem echt meteen helemaal uit. Dus ja, ik dacht, ik ga alcohol wel proberen. Maar als jullie er ervaring mee hebben, laat me alsjeblieft even weten. Want dadelijk doe ik iets heel geks. Of dan is het heel gek. Voor nu ga ik lekker mijn bed in. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie morgen weer. Doeg! Hey.